Ik vind het eigenlijk lastig om te zeggen wat voor jongere ik nou precies was. Ik ben heel lief, maar als je me boos maakt, dan ontploft er van alles in mijn hoofd. Ik vind boeken lezen heel erg leuk en debatteren. Ik was mondag, dus ik was altijd wel iemand die voorop stond als er iets te melden was. Gewoon een normaal kind die de uitdaging zoekt. Ik was een heel energiek, enthousiast kind. Soms nieuwsgierig is, soms een beetje brutaal. De omgeving waar we hier werken is echt een complexe omgeving. 120 culturen en 132 nationaliteiten bij elkaar. Het percentage van jongeren die hier wonen tot 27%. Veel mensen die met een uitkering leven, mensen die toch in een klein pip woning met zoveel kinderen bij elkaar wonen. Alles bij elkaar manifesteert zich in een gevoel van ja, waarom overkomt ons dit, een kat-en-muisspel tussen jongeren bijvoorbeeld en de politie. Het was gewoon, ja, we hadden dagenlang heftige rellen die we hier hadden in de wijk. Het contact was gewoon slecht tussen politie en jongeren. Dat was gewoon ja, niet iets wat je zomaar aan de hand van gesprekken aan tafel kon oplossen, dachten wij in dat stadium. Er waren heel veel hangjongeren die deden niks, alleen maar herrie schoppen en een beetje problemen maken. Heel veel ruzie, drugs dealen. Het liep zo erg uit de hand dat je onder de plaat in de keuken, als je die indrukte, kwam de politie direct. Als je op Google intypt diamantbuurt, dan eerst het 5 artikelen die zijn al niet positief. Het heeft een stigma, deze wijk. En daar zijn de jongeren die hier wonen ook zich bewust van. Als er jeugdbeleid bijvoorbeeld wordt gemaakt, dan gaat het vaak over de jongeren en eigenlijk zelden met de jongeren. En als het dan met de jongeren is, is het vaak jongeren die wel in de voorfront zitten. Toen ik hier startte in 2012, het was populair om te zeggen dat je jongeren belangrijk vindt en dat je ze wil horen. Maar zodra ik ze benaderde, zag je dat ze het erg ingewikkeld vonden dat iemand onder de 20 hen een e-mail stuurde. En wij vinden het heel belangrijk dat ook de jongeren die vaak verborgen zitten, ook openkomen. En dat zij ook gehoord worden. Dus dat ze meedenken en meepraten over dingen die hun aangaan. Toen ik het project heb gezien, toen had ik ook mijn vraagtekens erbij van is dit wel iets wat gaat werken op dit moment met de spanningen die er nu zijn? Is dit niet iets te, leggen we de lat niet iets te hoog? Doen je hebt meidenclub, jongensclub, kunnen de studio, er is ook gitaarles, er is ook iets met computers doen. En van alles. En ik doe dus debat. Bij een debat leer je eigenlijk naar alle kanten van het probleem te kijken. En dat vind ik heel mooi. Zeker in een diverse samenleving is dat iets wat we veel meer mogen leren. Dat ja, een probleem zie je eigenlijk maar vanuit je eigen perspectief. Maar juist door naar de andere punten te luisteren, ga je eigenlijk de hele bal, het hele probleem zien. Dat vind ik heel mooi. Dus ik probeer dan met name in het beginstadium de jongeren te selecteren. Die waarvan je denkt van het zijn jongeren die er iets aan hebben. Jongeren waar je ook, die ook echt graag iets willen voor de wijk. Maar die ook aan de andere kant ook een uitgesproken mening hebben. Dus die het niet altijd eens zijn met alles wat ze wordt voorgeschreven. Vanuit de politie hebben het niet alleen maar over degenen die graag mee willen doen, want die zijn er wel. Maar kijk ook naar de collega's die het misschien ook nodig hebben. En je ziet dat dat wel werkt, maar je moet het van tevoren goed uitleggen. De eerste twee keer vond ik het echt niks. Ik dacht echt, wat doe ik hier? Ik dacht, ik kan naar huis gaan, ik kan iets anders doen, iets nuttigs doen. Dus 5 keer werd ik echt gepusht door de jongerenwerker van, je moet komen, je kan wel praten, maar je vindt het gewoon eng. Ik wist dat ze gelijk hadden, maar ik wou ze geen gelijk geven. Daarna, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik kon het ineens. Alles vlamde ik eruit en dat doe ik nog steeds. En ik doe het met heel veel plezier. Uiteindelijk werken we altijd toe naar dialogen. Vanuit de debateducatie naar dialoog. En wat je dan merkt is van dat jongeren eigenlijk de echte persoon achter de beleidsmaker zien. En ook andersom, dat bijvoorbeeld de politie de persoon, de unieke persoon achter het masker van de jongeren zien. Dus feitelijk, door de woorden breken we de maskers af. Het spel die we toen een keer hebben gedaan, dat was van echt jongeren die dan een politieagent aankrijgen. Die zijn politieagent. En een politieagent die dan een baldadige jongere speelt. Iemand die niet wil luisteren en een grote mond opzet. En als je dan ziet van ook bij jongeren, wat voor emoties dat dan losmaakt. Als je dan op die manier wordt bejegend en vice versa. Dus dat was gewoon echt heel mooi om te zien dan. Als jij dan in een sessie zit, waarbij dan jongeren iets persoonlijk over hunzelf gaan vertellen, over thuissituatie, over wat ze mee hebben gemaakt en alles. Nou, dan kan ik dan soms toch het gevoel krijgen van wauw,
Dit is toch heftig. Heel veel mensen zijn hun zaak kwijtgeraakt, onder andere mijn vader. En dat heeft wel voor een hele erge dip gezorgd bij ons thuis. Er kwam heel veel stress. Mijn moeder die is ziek, ze heeft een tumor. Want dan kijk je toch een beetje anders, met een ander bril, Marion. Waarom doet hij de dingen zoals hij het doet? Ja, naarmate de tijd was er heel veel ruzie thuis. Als ik thuis ruzie had, ik had geen plek om naartoe te gaan. Wat wij heel erg hebben gemerkt is dat de jongere werkers, degene die dus in het hart van rondom die jongeren staan, daar zit eigenlijk gewoon een startpunt. Vaak zijn zij toch een stukje vervanging voor daar waar het misschien in het gezin, om wat voor reden dan ook, tekort schiet. Zij heeft me door alles meegesleurd. Ze is er altijd voor mij geweest. Als ik problemen had, stond ze altijd voor mij klaar. Dus je moet de bron opzoeken waar de jongeren vertrouwen in hebben. Nou, en daar rondom organiseren wij dan een groep, of dat doet het jeugdwerk dan. En die gaan we dan trainen. Dit was ook hier, dit was zeg maar mijn uitlaatklep. En daar ben ik echt heel dankbaar voor dat ze me zo gepusht heeft om hier naartoe te komen. Ik zie jongeren echt wel veranderen. En ik denk dat het mooiste is dat ik kan terugkrijgen als coach. Met de tijd zag je ze echt ontplooien in hele leergierige jongeren die het niet meer eng vonden om voor zichzelf op te komen. En die het ook niet eng vonden om in gesprek te gaan of in debat te gaan met ambtenaren. En dan durven ze ook steeds meer, je ziet ze echt oprichten en steeds beter hun woordje zeggen. Wij vragen ook jongeren als ze bijvoorbeeld, wat zijn thema's die jullie aanspreken? Het is niet zo dat alles wordt voorgekauwd. Dus wat belangrijk is, ook jongeren stem in, te geven in het programma. We hebben eigenlijk vanaf het begin heel erg aan hun gevraagd, waar wil je het over hebben? Zodat zij eigenlijk over hun problemen konden praten. Ik vind vrouwenemancipatie ook heel belangrijk, want wat ik zie hier in de buurt is dat meisjes wel, je ziet wel een grote scheiding tussen jongens en meisjes, dat jongens wel meer kunnen doen en weer mogen doen, dat meisjes dat kunnen. Ik vind dat dat ook heel erg moet aangepakt moet worden en dat er te weinig aandacht voor is. Het heeft ook wel te maken met dat de jongeren die successen hebben behaald ook steeds terug blijven komen. En daardoor zijn ze eigenlijk ook wel een levend voorbeeld voor de andere jongeren dat je echt wel iets kan betekenen voor je wijk. Hey, het kan gewoon. Ik word gehoord en ik kan mijn zegje doen. Ze plaatsen filmpjes of foto's op social media. De jongeren die ze op school tegenkomen, vrienden die ze op straat tegenkomen. Er zijn ook een spreekbuis richting de wijk en richting de jongeren. Als wij een debat hebben, zeggen we van, het is niet dat de beleidmakers de keynote speeches geven of achter de paneltafel zitten. Het zijn de jongeren die de keynote speeches geven. Het zijn de jongeren die de panelmembers zijn en de anderen komen luisteren. Want sommige politici die, als ze worden uitgenodigd voor een debat bijvoorbeeld, ze komen. En dat soort mensen geven je ook echt het gevoel dat ze luisteren. De kunst van een verbinding, is dat je dan iets moet uitstralen dat je niet alleen maar in de tijden van problemen komt. Niet alleen in slechte tijden, maar ook in goede tijden elkaar weer te vinden. Door middel van dit soort projecten die we draaien. We hebben ook momenten dat het rustig is. Nou, ga de straat op, praat met de mensen. En dat doen de collega's ook. Ik ben niet de enige jongere die verandering wil. Er zijn veel meer en er moeten nog meer komen. Als we allemaal pedagogisch gaan werken, vanuit de politie, vanuit het beleid, met de jongeren en de jeugd in het hart van het beleid, dan denk ik dat we het allemaal veel mooier maken.